Is het er volgens mij weer stuk of zo? Nee. Nou, in Nest was alle druk weg. Misschien is al die rubber nu er doorheen geflopt of zo. Ja, dat rubber is niet goed. Oké, okay, haal hem weer even naar beneden. Even. Wat een soort zeg. Wat voor de dom. Deze ook met die lijnen die er ineens langs hangt. This seal is definitely not working. The seal came loose from the stool. That one is good. Mm. That one we need. Dus we gaan nu een duurtest doen. Dat is goed, hè? Oh. Kijk uit. Goed, ja, ik nog wel nat, als ik je. Ja. Ja, ja. Kom er. Because of the verloopstukje. Daar had ik net ook last van. Dat is kut, hè? Wacht even, anders haal ik even dat zijstuk eruit. Leuk. Gewoon. Vermoeidheid begint wel een beetje kwart te spelen. Nou. Even kijken. Go, joh! Yes. Perfect voor de kinderen in Afrika, hè? Goed voor jouw muscles. Maar kom ik sowieso elke spier terug als we echt die putten zo gaan. Als je een pomp van 4 meter opverhoogde maakt, dan gaat hij dus de helft lichter. Precies. En is hij de helft minder zwaar aan het pomphendel. Dus. Ja, maar ik kan het gewoon straks meteen uploaden hoor, op YouTube. Ja, als ik thuis kom. Kijk, het draait dus in korte bewegingen. Ja, dit gaat super goed. En je beweegt nu 10 centimeter op en neer. Ik word er wel moe van. Ja. Maar je kan ook zeggen van nou, we maken gewoon een lange hendel erbij. En je staat gewoon met z'n tweeën zo pop, pop, pop. Ja, precies. Ja. Ja. Links en rechts, dan is het nog, ja, dat kan heel goed. Ik vind het heel erg geslaagd, moet ik zeggen, al met al. Is dus... Nou, dat is toch niet gering, dat is een opvoerhoogte. Nee, 8 meter. Tering. Dat is toch niet niks. En, ja, het komt er, ja, we krijgen het er nooit aan de bovenkant uit. Het zou wel leuk zijn als we zien hoe diep het hierin staat. Dat is moeilijk te zien. Ja. Het gaat niet lukken. Nou goed, ik kan nog een tijdje door doen. Kijken of het ooit niet uitkomt. Het probleem is alleen... Kijk, je moet ook maar zo denken. Kijk, wat de hoogste rendement is gewoon vrij snel in het voort. Dus ik doe het dan weer traag toe, dan gebeurt er helemaal geen reet. Nee, maar dan ben je te traag voor die keringen. Ja, je moet echt een beetje slaan inderdaad. Dat is wel zwaar, hè? Ik denk dat... Als je echt een paar dagen of een paar weken niet goed gegeten hebt, dan is het te zwaar. Ja. Het is dat ik net een breuze vooral op heb. Ja, precies.
Ja. We net een broodje forel op hebben. Het is dat we net een broodje forel op hebben. Nou ja, interessant hoor. Arjen. Oh ja.